Het is weer tijd voor 10 minuten Q-time met Jelena. Welkom bij een nieuwe aflevering van Q-time. Vandaag zit ik met twee creatieve Surinamers die een mooie, eigenlijk een nieuwe productie in elkaar hebben gezet. De film genaamd Sara. What we need is a little Q-time. Naast me heb ik dus Eurydice Blij en Jamal Jensen. Welkom bij Q-time. Dank je wel. En thank you for having us. I love it that you're here. Jullie hebben een film gemaakt. Sara. Vertel me over Sara. Sara is een jonge manager in van een hotel. En tegelijkertijd heeft ze naast haar werk, haar drukke baan, heeft ze ook een heleboel te dealen met familiedrama, de partner thuis. En er gebeurt gewoon een heleboel in Sara's leven. Yeah. En misschien wil jij aanvullen, want ik heb de film nog niet gezien. Nou, kijk, dus nu moet ik hem wel zien. Zoals het aangeeft, zijn eigenlijk dat de dieptepunten van de film. Er gebeurt een heleboel. Het komt er eigenlijk op neer dat is een film, Surinaamse film, die naar voren brengt het belang van eigenlijk hulp zoeken. Voor je verleden, voor trauma's en dergelijke. En niet met zoveel bagage eigenlijk. Unhealed en unsolved problems in relatie stappen. Want dat blijft je achtervolgen. En het kan allemaal fataal lopen. Het is namelijk een film van Eyewright. Eyewright is bekend om het maken van short movies. Mm-hmm. Maar dit is de eerste speelfilm van Sarah. Van Eyewright. Oh, that's very nice. Alvast gefeliciteerd met die accomplishment. Een Surinaamse film, een Surinaamse speelfilm. We weten allemaal dat het niet zo goed gaat in Suriname. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen om in deze moeilijke tijd een hele speelfilm in elkaar te zetten? Hoe was dat voor jullie? Het was uitdagend. Maar we hebben heel veel geleerd. Sowieso doorzetten. Want we hebben de film gemaakt eigenlijk zonder budget. Dus zonder budget. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat in Suriname zonder budget? Veel bedelen, om het zo te zeggen. Sponsoringen gaan zoeken, wat een beetje nogal moeilijk gaat. Maar eigenlijk voornamelijk eigen inbreng. En het doel voor ogen houden van we zijn hiermee bezig. Uiteindelijk zal het een mooi ding worden. Dus dat is eigenlijk, zo hebben we het eigenlijk gedaan. Zonder budget. Dwars door COVID heen. Dwars door alle lockdowns. Maar ik kijk wel trots terug naar al die ontberingen. En jij was dan achter de camera? Ik was regisseur achter de camera. Ja. Nou, en ook een beetje Tyler Perry achter. Ik was op een gegeven moment moest ik voor de camera komen. Want een van de acteurs viel weg. En plotseling, was je ook in de film? Oh, ik heb alleen nog niet gespeeld. Oké, dan maar ik. Action. Ja. En hoe was het dan voor jou? Want jij speelt dus de hoofdrol in de film. Hoe was die ervaring voor jou? Uitdagend moet ik zeggen. Want met mijn baan en ook mijn hobby. Want ik ben namelijk werkzaam bij Radio SRS. En daar doe ik secretarieel werk. Maar ik ben ook belast met het maken van infomercials, commercials, promos en noem maar op. En daarnaast modelleer ik af en toe ook voor fotoshoots. En mijn hobby is sporten. En tegelijkertijd doe ik soms ook private lessons. Lessons of what? Personal training. Oeh, so you're a fit girl too. Yes, I am. Nou, dat mag het niet moeilijk zijn geweest. Hè? Als je al fit bent, dan you can do the job. Absoluut, absoluut. Maar om je tijd daarin te plukken, door dat alles heen, was zwaar voor mij. Maar ik moet zeggen, het is een geweldige ervaring voor mij geweest. Ik heb er geen spijt van. Ik heb veel meer mensen leren kennen. Ook Jamal is zijn best friend now. En daaruit hebben we ook, zoals hij reeds zei, een heleboel projecten samen gedaan. Reeds. Misschien kunnen we ons vertellen welke projecten. Want ja, de regisseur, de actrice, jullie komen elkaar tegen. Jullie vormen een connectie. En jullie ontdekken zoveel competenties in elkaar die jullie goed samen kunnen gebruiken. Welke projecten dan? Reeds? De rest weet dat nog niet. Een van de grootste projecten die we hebben gedaan was met Kerst. Een tweedaagse concert.
hebben uitgevoerd. Mijn achtergrond eigenlijk is een beetje marketing, event planning. Maar ik kon niet gaan schrijven. Zij is iemand die heel snel kan schrijven. En we hebben elkaar echt kunnen vinden wat dat betreft. Dus we hebben binnen een week of zo, hebben we een tweedaagse concert in elkaar kunnen zetten voor een tehuis. Dus door een kindertehuis voor bejaardentehuizen. Oh. En het was eigenlijk from scratch tot echt gewoon eten, drinken, alles compleet binnen maar een week. Het mag niet moeilijk zijn voor jullie als jullie al met zero budget een hele speelfilm hebben kunnen maken. Dan was dit eigenlijk niks. Ja, uiteindelijk met COVID, kijk, ieder probeert nu te budgetteren. Dus ja. Met COVID moet je, als je een sponsor hebt gevonden, moet je echt een gat in de lucht springen. Dus dat is het ook voor ons geweest. Maar mensen waren bereid, vooral wanneer ze hoorden dat... Een kindertehuis geeft aan bejaardentehuis, waren ze wel bereid te sponsoren. Op welke manier dan ook, financieel, als het voeding was of drank, everything was welcome en het was een succes. Oh, that's very good of you guys. Een social project on the side en een speelfilm aan de andere kant. Sarah is gemaakt, wanneer komt Sarah uit, hoe gaat dat te werk? Hele rode Sarah, loper... Everything event? Sowieso. Ik mag nu verklappen, het sowieso wordt bij TPL, dus we gaan het grand doen. Mm-hmm. En omdat we het grand willen doen, we hadden eigenlijk aangegeven dat we eind februari zouden lanceren. Maar omdat we het is eigenlijk nieuw. Het is niet de eerste speelfilm in Suriname, maar voor Ioride is dat wel... En wat zo eigenlijk merkwaardig is, wat ik ook graag wil aanhalen, is eigenlijk dat Ioride een platform is voor, zal ik zeggen, onervaren mensen. Die eigenlijk in het vuur gegooid zijn. We zijn allemaal gewoon gebeld van, hey, ik heb je nodig. Dit, mijn verhaal eigenlijk is, ik was gewoon met andere dingen bezig. Ik werd gebeld, kom even helpen als assistent. Met mijn takeover spirit ben ik de regisseur geworden op den duur. Dus het is eigenlijk van gewoon onervaren mensen die uiteindelijk toch een prachtig project hebben kunnen neerleggen. En dat willen we zo goed en zo groot als mogelijk. Naar voren brengen. Dus vandaar dat we hebben gemeend om met de maand te verschuiven. Dus de première is niet meer in februari, maar het komt heel binnenkort. Oké, nou, ik ben in ieder geval super enthousiast, dus ik kan niet wachten om te weten wanneer er uiteindelijk première gaat. Er is een Facebookpagina op de Facebookpagina Sarah van de film zelf. Mm-hmm. En ik wil iedereen vragen om naar de pagina te gaan en daar te checken wanneer het uitkomt. Hoe schrijf je dan Sarah? Sarah met een H of Sarah gewoon? S-A-R-A-H. Sarah met een H. Sarah. Oké, okay, je gaf in het begin aan, Rudy, dat het ook een sociaal-maatschappelijke problemen echt belicht. Is er dan een koppeling gemaakt met organisaties of zo daarna? Is er een natraject wanneer dit allemaal in première te gaan en de bioscoop te bezichtigen is? Want er is een boodschap in. We hopen dat eigenlijk dat inderdaad die instanties het eigenlijk... zien en dat ze eigenlijk wakker geschud worden om inderdaad te kijken wat verder. Weet je, het traject even samen uitstippelen, maar tot nu toe hebben we nog niet geen lopende afspraken of gesprekken. Maar dat we hopen wel sowieso dat een impact maakt op die instanties. Op de instanties, maar ook voor elk individu. Want misschien zijn de instanties niet in staat een groot aantal mensen te helpen. Maar als bijvoorbeeld Jamal, hoe we nu een goede band hebben, en ik bijvoorbeeld zit, als iets me bijvoorbeeld dwars zit, maar dat ik hem kan vertrouwen om erover te praten. Maar het belangrijkste is dat men niet met die bagage moet blijven zitten. Dat is, dat willen we naar voren brengen, want als je dat behoudt, heeft het een heleboel gevolgen, brengt het een heleboel gevolgen met zich mee. Want je gaat wraak nemen op je volgende partner of je familie en noem maar op. Of het beïnvloedt ook je werk, een heleboel dingen. Dus het is the most important thing also. Never, ik kan nu echt niet op het woord komen, maar wat ik wil aangeven, negeer geen rode vlag. En dat is bijvoorbeeld in het geval van tweede partner in die film. Dat... We gaan niet alles verklappen meteen. Nee, alles gaan we niet verklappen. Die film is heel veel. En basically, zoek hulp. En also don't
negeer geen rode vlaggen. Okay. Als ik eigenlijk gelijk was zeggen wat je zei eigenlijk, als je naar die trailer kijkt bijvoorbeeld, ga je denken van oké, dit is hem. Maar geloof me, die film is veel dieper dan dat. Er zijn een heleboel dingen eigenlijk is, waarbij we teruggaan in de tijd en terugkomen. Dus het gebeurt heel erg. Ja. En je moet echt gewoon kijken. Ik wilde net zeggen, ik heb de trailer wel al gezien. Dus ik dacht, ik wilde zeggen van, door de trailer kan je niet uithalen. Hoe is de bad guy? De film, naar mijn gevoel, heeft heel veel spanning. A lot of plot twists. Yes. Dus sowieso, het is het wachten waard op de launch, op de première. Yeah. Om deze echt te gaan zien. En hoe kunnen wij als Surinaamse gemeenschap jullie supporten hierna? Of met Sarah, de movie? Nou, ik zou zeggen, het bedrijfsleven, ieder individu. We willen een leuke première hebben natuurlijk. En ik zou stellen dat er contact gemaakt wordt via de pagina van Sarah of via iRide. Als er mensen zijn die zeggen van, hey, we willen de première helpen sponsoren of zo, dan mag dat gewoon gedaan worden. En eigenlijk hoe de samenleving nog kan helpen, zoals zij het zei, is eigenlijk om... Laten we meer naar elkaar kijken en niet door elkaar heen kijken. Laten we met elkaar gaan leven en luisterend oren, echt gewoon luisteren. Met aandacht en begrijpend luisteren naar elkaar. Dus dat is eigenlijk het doel en de boodschap van deze film voornamelijk. Nou, ik denk dat jullie het allemaal al gezegd hebben. Jamal, Jansen en Eurydice Blade hebben een samenwerking of zijn een samenwerking aangegaan en hebben een prachtige speelfilm in elkaar gezet genaamd Sarah. Deze wordt heel binnenkort, coming soon, gelanceerd, gaat in première. En ze waren vandaag hier bij Q-Time om te vertellen over het traject erachter, wat het vervolg is geweest en wat ze allemaal hebben kunnen halen of meekregen tijdens het maken van deze film. Ik wil jullie bedanken voor jullie aanwezigheid en natuurlijk heel veel succes wensen in het vervolg. Of tenminste de vervolgperiode die nu volgt. Want het is nog niet uit. En ik kan niet wachten tot hij in première gaat. Heel binnenkort. En ik wil je ook bedanken voor deze gelegenheid. Graag gedaan. Nou, kijken jullie uit naar de première van Sarah the Movie. Of gewoon Sarah. De eerste speelfilm van iRide. En ik zou zeggen tot de volgende keer. And remember, your time and my time is Q-time. Het is gebeurd. En ik zou je missen. Pepe. Wanneer ga je weer op een date? Het is al 6 maanden. Kan jij me zeggen waar ik een goede man zou kunnen vinden? Onverwacht verrast. Oh. Call me Petrus? Wie is Petrus? Hey Sarah, hoe is het? Jij? Ja, ik ben echt zo toevallig. Gesloten door het verleden. Hey. Oké, wat ben je eigenlijk van me? Verborgen in het heden. Hij werkt met Blue. Je weet toch wel wie Blue is? Pietje, ik wil je gewoon jaloers zijn. Een of andere dame vroeg me wie je bent. Eigenlijk is Michael de vriend. Hi Sarah, je bent me echt ongelegen, boy. Ga Zoe nu voor me ophalen. Maar waar is Michael? Michael! Hoe durf je? Vanaf het moment dat je mijn kind voor de school hebt laten staan wachten, was je me kwijt. Wat zeg je? Je hebt me goed gehoord. Ik heb je gehoord, ja. Zeg het nog een keer. Ik heb een hele grote behoefte en daar kom jij in. Wie denk je dat je bent? Wat? Dank je voor je. Geef me alsjeblieft een kans. Waarom haal je het bloed onder mijn nagels vandaan? Hij was in het begin zo lief. Jij bent Sarah. Hou je bek! Ik vertel er alles. We zullen zien hoe speciaal ze is. Meneer Michael, wanneer Sarah langskomt, bel me. Zwembad. Meneer, Sarah! Laat me met rust! Ik sluit je naar Feyerman.
Sarah, februari 2023. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.